Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Julian, ik sta hier op het station van Hengelo. Vandaag is het zondag 12 december 2021. Vandaag gaat de nieuwe jaardienstregeling voor 2022 in. Ik ga vandaag alle wijzigingen doen en dat zijn niet zo hele bijzondere wijzigingen als normaal, maar ik heb wel een heel leuk rondje in elkaar gezet. Dus heel veel kijkplezier. Deze jongen was ernstig toe aan een cafeïne houden, waar we het drinken. Het is nota bene zondagochtend. We gaan zo meteen met de Blauwnet sprinten naar Enschede toe. En dan gaan we het rondje beginnen met bussen. Ja, er verandert dit jaar wat op het busgebied. Op het treingebied verandert er eigenlijk bijzonder weinig. DDZ is weer in dienst en SGM is uit dienst. Aangekomen in Enschede. Voor onze eerste wijziging moeten wij naar het Achterhoekse Borculo. Daarom ben ik hier op het busstation van Enschede. Hier vertrekt straks lijn 62 naar Borculo toe. Het is een rit van een uur met een Twente-Citea. Even een dagkaartje gekocht. En nu gaan we de hele 62 naar Borculo af. We stappen hierover op een nieuwe buslijn, de 458, en er staat een klein busje klaar. Oh god, nee. Hoezo zit er in deze bus dan weer een De Lijn interieur? Met dit Belgische hobbelapparaat gaan we naar Lokkum. Brekend nieuws, Julian gaat dwars door de Achterhoek. Zo, met het gehandicapte busje aangekomen in Lokkum. Ja, dit is dan zeg maar de weekendlijn, die keert hier om door de week, gaat hier door naar Zutphen 58. Voor het vervoer naar het station hier, want die bus komt niet bij het station, heb ik, doe het maar. Brekend nieuws! Julian gaat dwars door de Achterhoek! Ik heb de voice-acteur geregeld. Troosteloze bediening op zondag, ja, en die 58 redt dus ook niet, dus ik moet hier wachten op de trein richting Zutphen. Aangekomen in Zutphen, hier gaan we weer naar het busstation toe. Blijkbaar heeft Arriva Achterhoek nog fatsoenlijke streekbussen. Ik ga eventjes kijken waar mijn volgende bus vertrekt. Het is namelijk deze bus, lijn 450, is ook weer een nieuwe lijn, ook weer een weekendlijn. Deze rijdt in het weekend een uursdienst en deze gaat naar Zutphen, dat is een ringlijn. En met deze bus gaan we naar Zutphen. Aangekomen in Zutphen. Tijd nu voor de treinen. Op treingebied is er veranderd dat nu alle treinen van Arriva en Connexxion in heel Nederland een lijnnummer hebben gekregen. RS staat voor Regio Sprinten, RE voor Regio Express. Dat zijn de nieuwe stoptreinen en sneltreinen. Dat was al zo in Groningen, Friesland en in Limburg. En nu is dat landelijk dus. We nemen zo dadelijk lijn RE30 naar Apeldoorn. Gleis 2A, Einfahrt RE30 naar Apeldoorn. Planmäßige Abfahrtzeit 13.54 Uhr. Apeldoorn. De eerstvolgende Intercity in de richting van Amersfoort had gereden met de geherintroduceerde DDZ. Dus we gaan de DDZ doen. Oh my, oh my, oh my, someone love you this much.
met de DDZ aangekomen op Amersfoort Centraal. Ik ben blij dat die treinen weer terug zijn. Het is altijd leuk met een nieuwe dienstregeling als je dan ergens op een busstation komt dat het dan gewoon geen bussen zijn. Bijvoorbeeld hier in Amersfoort Centraal. Ik ga niet met de bus hier, ik ga zo meteen met de Valleilijn. Julian, bedankt voor de premium kroket. Had ik even zin aan. Gleis 4B, Einfahrt, RS 34 naar Ede-Wageningen überbahn. We gaan straks met de regiosprinter dwars door de Bijbelbelt. Aangekomen op station Ede-Wageningen. Ze hebben hier ook andere schermen nu met een aftelklok voor het vertrek van de trein. Ik stap hier over de bus, een reisbus. Ja, vandaag bestaat reis ook een jaar. En met reis wil ik naar Wageningen, dus we nemen de C3. Aangekomen op Wageningen busstation. Hier ben ik gekomen omdat sinds vandaag Breng een nieuw bustype heeft, namelijk deze dingen. Daar had Sintus, Reis, Keolis, wat je het ook maar wilt noemen, er een paar van over. En die rijden nu op lijn 352 van hier naar Arnhem Centraal. Vroeg me al af waar die bus nou bleef, maar blijkbaar is er een... Ik had de eerste de beste C3 gepakt die klaar stond, maar blijkbaar vertrok een andere bus eerder. En daar kom ik nu pas achter. Een half uur vertraging. Ja, juist. Ik heb hier geen woorden meer voor. Kijk, inderdaad, ex-Sintus Valleilijn bus dit. Ik kan de vertraging, ik kan er niet op gehaten. Een arme schat die achter het stuur zit heeft haar rijbewijs. En ik kan je vertellen, ik rij ook met voertuigen zolang ik ben vrachtwagenchauffeur en het is best een uitdaging. Gevaarlijke bus, dit komt hier net zo uit het plafond geknijterd. Met 20 minuten vertraging aangekomen op Arnhem Centraal. Snel als avondeten eventjes Burger King. Ik heb gekozen voor de Double Steakhouse en de Bacon Cheese Fries. Op zich prima. Eten smaakte goed. Nu ga ik weer naar huis, want we hebben al het boeiende gezien. Ik neem jullie nog mee voor de terugweg. Vanwege werkzaamheden tussen hier en Zutphen rijden er geen treinen. Dus we gaan met comfortreislijn C2 naar Apeldoorn. Kijk, groene verlichting. Ik kreeg er echt een enorme hanger van dat die chauffeur van de C2 dat niet deed. Zo, na deze lange reisdag weer teruggekomen in Hengelo, waar hier de achterkant van het station heerlijk aan het verkleuren is. Vond je dit een super vette video? Ik ga nu lekker naar huis heen, morgen weer werken. Laat dan zeker weten een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Binnenkort nog meer video's. Het jaar is nog niet voorbij, dus er komt nog zeker wat. Tot de volgende keer. Later. En addict.